Hallo allemaal en welkom bij mijn Minecraft Survival Island serie op NoobTubers.nl. Een fris nieuw gamekanaal met Nederlandse commentary en met heel veel verschillende soorten games. Goed, we hebben weer een nieuwe dag. We zijn vorige aflevering een heel mooi stuk opgeschoten met ons huis. Al een flinke opzet gemaakt al. De muren staan eigenlijk allemaal. Nou, we gaan nu even kort met de verdieping bezig. En daarna denk ik nog niet met het dak. Ik denk dat we dan even met de omheining gaan kijken. Zodat we nog weer een stukje veiligheid in gaan bouwen. Tegen die vervelende creepers en zombies. Noem maar op. Het eerste op het lijstje van vandaag is het hakken van hout. Dus laten we daar maar mee beginnen. Er staan een mooie rij bomen. Geen creepers verstopt hier. Nee. Denken dat je bomen niet zo dicht bij elkaar kan planten, maar dat kan hartstikke goed. Ze groeien dan meestal ook niet zo heel erg groot. Dus nu dan wel, maar meestal niet. En dat hakt gewoon veel sneller en veel makkelijker. Zo naast elkaar staan. Dus. Als je echt bomen plant om een flinke voorraad hout aan te maken, zou ik je aanraden om om ze gewoon lekker naast elkaar te zetten. Want je ziet, we hebben nu binnen no time alweer 35 aan hout. Dan gaan we update. En dan gaan we een hele serie slabs van maken. Die stacks ongeveer. Zo. Nou, waarom stacks? Nou, je krijgt van één houten blok krijg je twee. Zeg ik het goed? Ja, krijg je twee slabs. Dus je hebt nu twee keer zo weinig hout nodig om hetzelfde te doen. Even wat bedacht, dat gaan we gelijk maar even opzetten. Dat is water daar. We hebben gelijk een oneindig watervoorraad. Oh, zie je, de groep nu toch een grote. Daar eentje. Nu zetten we die dicht. Kijk, dat moest te doen. Dat is niet te doen. Zo. Ah, kijk. Nou, hebben we dat ook gelijk gefixt. Altijd handig om binnen wat watervoorraad te hebben. Ik zie dat mijn inventory vol is. Ja, die zit even onder, dat weet ik nu wel. Kom maar op met die
rare geluiden. Zo. Plaats ik zo meteen een zo'n pressure plate, die wil niet op de slijp. Zo. Dubbele. Hier bespaart hij gewoon een hele hoop materiaal. En zombies en creepers spawnen niet op, op half slabs. Dus je loopt ook geen risico. Dat wanneer je wat te weinig fakkeltjes hebt, dat er toch spontaan een creeper in je huis staat. Wat mij wel een keer is overkomen, kan ik je vertellen. Dus. Lastig te hakken deze bomen. Ach, we komen erdoor. Kijk er niet bij. Als je denkt dat je er bent, dan vind je wel weer een stuk. Ik heb misschien niet zoveel mijn bijl moeten gebruiken bij de bladen. Omdat ik nu nog wat door kan gaan. Maar goed, ik ben hier nu bovenin. We ploeteren er even door. Kijken, waar zit nu nog hout aan? Hier. Zie ik niks meer. Zo hier, wat zit er dan? Ja. Die gaat naar beneden.
Het wordt alweer donker. Precies slim om hier even een bijl bij te halen. Kijk voor donker nog even die boom weg heb. Is ook opgeraakt. Zo. Ik denk dat we alles meegenomen hebben. Eten. Al dat bouwen, dat kost heel snel een hele hoop resources. Ik denk dat we even nee, rustig maar. Zo. Kistjes. Zo. Laten we even wat spullen in de kist stoppen wat we niet direct nodig hebben. We hebben in ieder geval weer heel wat hout, dat is hartstikke fijn. Meer dan genoeg op kist weer, maar de cobblestone is echt op. We gaan even de mijn in. En we gaan even wat cobblestone halen. Want we moeten natuurlijk wel goed gereedschap hebben om mee te werken. En kobbel blijft. Het is natuurlijk prachtig om diamond spul te hebben, maar uiteindelijk qua kostenefficiëntie zou je zeggen van nou gebruik maar gewoon rustig cobblestone. Ik zou ijzer ook eerder voor een harnas gebruiken dan voor een tool. Puur omdat je het zo gemakkelijk kunt krijgen. Het is dus ook heel makkelijk om er gewoon eens twee van te maken. Dus je verhouding heel weinig. Zo. Het zou mooi zijn als we nog wat kool tegenkwamen. We hebben verrekt weinig kool.
nog zeker weer wat gaan bakken en wat toortjes gaan maken. En als we echt willen mijnen, dan komen we heel snel tekort. Blijft mooi daar. Zo. We gaan hier eerst even mee verder. In ieder geval dicht. Dan gaan we de volgende aflevering wel even met het plafond bezig. Of met het dak bezig. Maar dan wil ik, als het straks licht is, eerst even met de omheining bezig. Dat het huis wat beter beveiligd is. En dat we niet weer zo'n creeper of zo'n zombie aan onze deur hebben kloppen. Nou, kijk, mooi. Hartstikke goed. Zelfs nog wat overkippen. Nou, dat is niet erg. We hebben over resources niet te klagen. Dat gaat hartstikke fijn. Het enige nadeel is dat we wat weinig keus hebben. Vooral in het hout. Dat vind ik best wel jammer. Maar ja, daar is niks aan te doen. Het wordt wel erg druk buiten, hè? Hallo. Ja. Ik zie jullie. En jullie zien mij ook. Daar maar even bouwen vandaag. Zo, nou, de autosaving is mag wel. Zo. Nou, we hebben in de laatste aflevering toch heel wat gedaan. We hebben best een aardig huisje weten te maken. Kijk wat we hiermee doen. Dat het een soort binnentuintje worden. En straks hier. We dit op die manier een beetje dicht gaan maken. Een soort serre-achtig idee. Dus dit mag op zich best open blijven. Dat hoeft niet helemaal dicht. Misschien ook nog helemaal zo. Zo. Leuk. Hou zo.
is het licht, maar jullie gaan niet weg, hè? Kun je de pressure plates maken? 1, 2, 3, 4. Zo. Dan hoef ik ze niet elke keer achter mij te sluiten. Laten we creepers opruimen, zou ik zeggen, en niet in de gat vallen. Ja. Dat gevoel had ik al. Kom maar. Oké. Dat is 1. Nou, laten we die ook gelijk doen. Kom maar. Zo. Niks meer. Ah, het ziet er al leuk uit, zo huisje. Nog wat deur climben. Zo. Mooi. Even kijken, we hebben wat cobblestone. Gaan we even nog wat hekjes maken. Zo, hier nog een paar in, geloof ik. Even mijn tools op orde hebben, jongens, want dit. Laten we in ieder geval in eerste instantie van hieruit even even met de tuin beginnen zo. Jullie zijn al weer gegroeid. Mooi. God, dat duurde de eerste afleveringen, de eerste tijd duurde het eeuwen en nu. Oké. Nu groeit het toch vrij vlot weer. Ik bewaar het even. We gaan in ons tuin toch een farmpje van maken. Jij op mij. Zo. Moet die heel groot? Nee, hoeft niet heel groot. Kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15. Zo. Ja, dat is eerst groot genoeg. Laten we hier
farm gemaakt. 1, 2, 3, 4, 5. In een survival wereld voor jezelf een tuintje maakt, dan is deze opzet meer dan voldoende. Ik zie dat sommige mensen met enorm veel water en eens een vlakje water is meer dan genoeg om deze groep nat te houden, zeg maar. Je ziet dus dat hier al zo. Dus dan kunnen we dit gaan planten. Oké. Nou, we hebben nu alleen nog maar die tarwe. Wheat. Maar als ik straks de mob spawner tower klaar heb, dan moeten we daar ook wat uiteindelijk wat wortels en aardappels kunnen krijgen. Dus. Oké, dit is goed, is mooi. Hier. Hoppakee. En hier naar buiten. En laten we dan hier iets maken dat we naar beneden kunnen. Ik denk dat we hier een soort mijnkamer van maken. Met extra opslag en dat soort dingetjes. Hier kan de Nether Portal. Dat we er niet al te veel last van hebben van het lawaai en eventueel van binnenlopende. Hoe heet je die dingen?
zagers, ja. Kop. Nou, wacht, zet het even dicht zo. Als we even iets meer torches hebben, denk ik. Even de boel een beetje. We gaan verlichten. Even kijken. Laten we het bovenop even doen. Just in case. En hier buiten, uiteraard. Oké. Okay. Zo, dat voelt alweer een stuk veiliger. Licht is je beste vriend. Daar even eentje. Zo. Gelijk een mooi voorraadje kabel zo. Zet ik hier even zo. Nou, dan wou ik eigenlijk hier beginnen met de stripmine. Althans met een pad naar beneden en daar uiteindelijk een strip mee te maken. Goed zo, ja. Nou, leuk, dit is dit wordt echt wel leuk. Ik ga het grind even weghalen. Kunnen we straks even een paar mooie paadjes mee maken boven. We hebben een kabel genoeg. Zo. Wat voor een mooie klag. Dit moet eigenlijk allemaal van kabel worden zo meteen. Weg, dat is daarvoor. Ja, dat zand dan uiteindelijk ook. Grond te zitten. Zo. Thank you.
Even een pickaxe halen, want dit is schiet niet. Kabel is hier mooier dan steen, vind ik. Maken, dan hoef ik niet altijd heen en weer te crossen. Even kijken hoe dat. Het oog wil ook wat. Althans, die van mij. Ik weet niet met die van jullie zit. Ik haal er wel van om het ook een beetje. Mooi te. Bij mij is dat mooi meestal wel redelijk symmetrisch. Ik hou wel van symmetrie. Ja, dat is geen fijn geluid. Nee. Daar schrok ik niet van hoor. Nee. Echt niet. Nou, die Enderman die hoort wel bij. Bij het einddoel van onze survival. En dat is dus dat is uiteindelijk dus wel het verslaan van de Enderdringen. Dat hoop ik te bereiken in ieder geval.
zonder al te veel kleerscheuren. Dus een licht inmiddels zie ik. Goed om te weten. Zo. Nou. Ik denk dat het heel slim is dat we de. Dat we deze. Ga weg. Dat we deze aflevering hierbij. Hierbij even afsluiten. We hebben toch een hele hoop gedaan vandaag. We hebben dit afgemaakt. We zijn nu in principe gewoon helemaal veilig. Zonder al te veel problemen. We hebben een mooi begin opgezet met de farm. We kunnen nog steeds vissen, dus ook het eten is goed geregeld nu. Die was nog niet helemaal klaar. We hebben een begin gemaakt voor onze mijn. Hier gaan we straks naar beneden. Dit maken we even helemaal dicht, dat het ook weer een beetje netjes is. Dat doen we de volgende keer wel even. Nou, we hebben een beetje een tuintje aangelegd. We hebben veiligheid ingebouwd. We hebben de boel wat verlicht. We kunnen nog een paar boompjes hakken. Maar het hout is op dit moment ruim voorradig. Nou, ik zeg weer bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Kijk zeker ook even bij de andere video's op ons kanaal NoobTubers.nl. Dus er is voor iedereen wat te zien van allerlei soorten games. Dus ik wens je veel plezier. In ieder geval even bedankt voor het kijken deze aflevering. En tot de volgende keer.